leg op de schaar. Ja, dat lukt wel. Oké, wacht even. Wacht, zal ik hem vasthouden? Ja. Niet zo. Nee. Oh, je knipt niet. Je knipt niet. De schaar dat niet knipt. Zal ik een andere schaar pakken? Of ik haal... Ga zoeken. Ga zoeken. En mama, als die weer niet werken, kan we gewoon weer zeggen. Neem ze maar mee. Neem dan maar een paar mee. Een paar. Nou, een stuk of drie. Drie. Eén. Eén. Ook een razen. Oké, ik kan ook weer razen. Ik heb ook kinderschaartjes, volgens mij. Kijk. Ja. Oh, wacht. Ik wil die blauwe. Hey, Het is nog super vroeg. 7:30. Ik mag gaan rennen. Sarana is even de eerste uren thuis. Ik doe lekker mijn verlichting aan. 2 kilometer ga ik even rennen. Heb ik het gehad. En hier wordt huiswerk gemaakt. Geknipt en geplakt. Dat komt me goed. Oké. Oh, daar heb je geknipt. Kijk. Als jij nou dit lijntje doet. Ja. Met welke kleur ik wil. Deze. Nou. Mag ik alle woordjes uitknippen? Doe hem nog 1 keer hier hoor. Want dan ga ik je wat vertellen. Daar is mijn busje. Nou, kijk. Als je goed kijkt, zijn het precies dezelfde woorden. Dus nu moeten we even kiezen hoe je grote letters of klein willen. Voilà. Yes. Tot vanmiddag. Het kind zijn hetzelfde. Dus of kleine letters of grote letters. Dief. Nee. Duif. Ja. Volgens mij hoort die hier zo. Weet je, kijk. Hoort die daar? Weet ik niet. Ja, ik denk het. Ja? Moet je op die achterkant? Anders doet deze eronder. Oh ja. Dat is zo slim. Zo. Probeer. Kijken of dat... Nou, ik ben even rennen, hè? Ja! Ja. Komt helemaal goed. Ik ga een stukje opleggen. Ja. Kijk, Sant, zo is het toch goed? Ja. Plak het maar op. Oké, daar gaan we dan. Oh. Het gaat niet afvallen. Gaat het niet afvallen? Oh jee. Veeg maar een papiertje af. Hier, veeg maar hier aan. Hoort dat dan? En dan plak je hem daarop. Duif. Zal ik plakband pakken? Gaat dat misschien beter dan plaksel? Nee, komt wel goed. Plakken met plakkende handen hoort erbij. Oké. Okay. Nou, Queen, volgende. Probeer deze. Wat is dat? Blij. Nee. Jawel. Bijl. Ja. Bijl. Ja. Weet je wat het is? Wat is dat woordje bijl? Dat is een bijl. Wat is hier? Ja, denk ik wel. Oké. Is het koud, Kione? Heel koud. Heel koud. Huiswerk. Ja, we zijn bezig met huiswerk. Oh, ik mag al gaan rennen. Ik heb ook. Is je achterkant ook aan? Of ja, moeten we helpen? Ja, klopt. Ja, eerst aandoen. Nee, eerst aanzetten. Dan aandoen. Ik ga me helemaal dik inpakken. Geit. Oh. Wat staat hier voor? Eit. Geit. Klaar ervoor? Mijn geitjes. Ja, ik heb wel zin om even te rennen. Heb ik het huiswerk niet te doen? Nee, daar zijn wij mee bezig. En dan, papa heeft hem al ingesteld. Yes. Denk ik weg. Tot zo. Doei. Kijk nou. Volgens mij is dit een koe.
Oh. Dit is een geit en dat is een koe. Ja. Ja, maar je moet zo hard drukken dat ik het al niet meer krijg. Wacht, ik kom eraan. Nou, ik ben al terug van het hardlopen. 2 kilometer gerend. Het was vanmorgen zo duister en donker buiten. Ik heb geen action cam meegenomen. Het ging best wel goed. Nou, lekker gedoucht. Huiswerk van Quirino is al af. Dankjewel, Sarana. Geen probleem. Ja. En Quirino heeft vandaag studiedag. Dus dat is gezellig. We hebben een lekker lang weekend. Zo ziet de auto eruit. Toch? Deze wordt voor Damien. Oh. Zal ik een stukje helpen? Moet ik helpen? Goed. Graag. Ik weet niet hoe je deze auto... Laat me dat huiswerk eens zien. Klopt weet dat wel je waarom allemaal? Heeft de auto rood wel zag? Omdat ik weet dat Damien van rood houdt. Daar staat ook wat je hier bedoelt. Staat ook nog kleur. Oh-oh. Dat ga ik niet kleuren. Nee? Nee, dank je. Leuke. Oh, dat zijn kuikentjes en kippetjes. Hé, hey, Sarana. Ja, Sarana is thuis. Dit is mijn moestuintje, mam. Mama, heb jij... dit is ja? mijn moestuintje. Ik kijk even naar jouw moestuintje. Oh, zonnebloemen. Oh, wat een mooi moestuintje. Wacht, zijn de kippen nu alweer? Oh nee. Ze zitten allemaal. Alleen je kunt niet op deze stoelen zitten. Ja, klopt. Oh, waarom jij wel aan de pijn? Hé, heb jij op school je muis gevonden? Ja, ik heb hem. Kijk, ze was haar muis kwijt, Quirino. Ja, ik was er gisteren vergeten. Kijk, de muis. Lucy. Heb ik dit. Nou, oké, we tillen mijn tas eens op. Wat heb je mee? Ik kwam langs een leemliepje. Daar ben ik nog nooit gestopt, dat grote leemliepje daar op die grote weg, zeg maar. En er stonden 15 stuks leerhulpboeken voor kunstgeschiedenis. Met alle schilders en tempels. Kijk je, kijk je. Maar je moet maar kijken of je ziet, anders fiets ik terug. Nee. En allemaal over andere schilders en tijden. Oh, dat is echt heel leuk. Deze krijg ik als niet. Als het goed is 15 of ik 16 krijg, stuks. Ik krijg als christelijks, ik krijg de barok. Heel oh, wat goed. Maar je moet kijken. Ja, deze krijg ik. Renaissance en de bon. Kijken of het maar iets is. Jawel, jawel. Nou, daar word je slim van. 17 stuks of wat? Het is nummers staan op de zijkant. Voor mij, die heb ik gehad. Heb je ze allemaal meegenomen? Ja, natuurlijk. Ik wist niet welke les ik Yoda kreeg. Dit is wel echt heel leuk. En welke zijn dan fijn? Deze krijg ik nu. De oud-christelijke kunst en de renaissance en en de tempel staat erbij. En Rembrandt was erbij. 19. En een naakse mevrouw. Ja, dat is... Oh, het gaat nog verder dan 15. Ja, 16. Hé, hey, wat lief. Dit is echt heel lief. Ja. Ik was daar nog nooit gezien. Maar er staan leuke boeken in. Dus... Is dat die witte bij de bandenbedrijf? Ja, ja. Die gewoon. Ben je nooit gestopt? Ik heel weinig. Echt al heel lang. 17. Kijk, ze zijn wel wat ouder van binnen. Maar mis je er geen? Lopen ze allemaal? Oh, dat ga je nog kijken. Sarana, lopen alle nummertjes op. Weet ik niet, ik heb daar niet lang gekeken. 6. 7, 8, 9, 10. 15. Dat is 3. Oh jee. 10. Dus 5. Ja, ik heb 40 zo'n been. We missen 3. Dat is 3. 8. 9. 9. Ah, oh, dan moet je terug. 11. 11, 12. Alleen 3. 10 en 3. Oh, 10 en 3 niet. Wat jammer. Ik kan ook zijn met iemand die al mee heeft genomen. Hè? Ja. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Misschien is het ook misschien ergens een marktplaats of zo. Weet je nooit, hè? Ah. Nou, aan de gang. Leuk toch? Nou, nu kan je leren. Verplicht leren. Verplicht leren. Toen toch. Zitten er plaatjes in? Ja, ja, er zitten plaatjes in. Waarschijnlijk wel, want je moet die kunstwerken laten zien, hè? Ah ja. Ik dacht vooral die van Rembrandt en van Van Gogh en zo. Doet die wel. De Etrusken. De Byzantijnse. Nou, ik heb met Quirino gevoetbald. En Quirino zegt, die papa komt zo thuis.
En dan gaat Quirino zich verstoppen. Kijken of papa jou vindt. Ja. Ja? Dus nu zijn we even gestopt met voetballen, want Guy komt zo thuis. Ja, maar dan moet ik wel, dan moeten we even wachten. Want als we zitten te voetballen, dan zit ik niet op tijd. Nee, nee, daarom. Dus we kunnen even niet meer voetballen? Nee. Dan moeten we even. En als we de scooter horen, dan ga je plat liggen. Ja. Dat... Zo. Zit ik alvast zo klaar? Ja. Ga eens liggen, kijk of we je dan niet meer zien. Ik denk dat dat prima verstopplek is. Oh, wacht. Is goed. Is goed. Zo zie je me toch ook? Zo zie ik jou niet. Nee, als je daar binnenkomt. Het spannende van verstoppertjes is altijd dat je moet plassen, hè? Heb jij dat nooit? Nee. Oh, je bent net geweest, hè? Zullen we nog even voetballen? Of wachten we? We wachten. We wachten. We gaan straks eerst even een kopje koffie drinken. En dan gaat Guy rennen. Ik hoor een scooter. Uh-oh. Hallo? Kiekeboe. Dat is even schrikken. Schrikken? Ja, ik ben niet gewend dat je buiten staat. Jij mag gaan rennen. Ja. Maar het waait heel hard. Uitvluchten. Ja. Weet je hoeveel je mag gaan rennen? Volgens mij 2 kilometer. Ja, 2. Je moet Quirino zoeken. Moet ik Quirino zoeken? Ja. Oh jee. Quirino! Misschien op de trampoline. Ja, ik was al aan het kijken hier. Of om. Weet je niet. Niet onder de trampoline. Waar zou die toch kunnen zijn? Zou die wat geluid maken? Ik hoor hem! Hé, hey, manneke! Quirino was laatst op de tafeltje gaan zitten, hè? Ja, hier. Daarom heb ik het nou zo gezet. Dan heb je hem hoger gezet. Ja. Want daar mag je echt niet op daar zitten. Daar mag je niet op zitten, nee. Hè? Want dan gaat het mis. Ja? Zet je dus goed weg. Nou, gaan we nu doorvoetballen? Waar is onze bal? Maar pa? Ja? Oh, dat is trampoline, maar er zit geen... Nee, net zit er niet op, hè? Nee. Net niet? Net niet. Net niet. Daar is onze bal. Oh, daar. Voorzichtig, niet zo hard. Bijna! Ja! Niet te hard, hè? Niet te hard. Maak jij eens een goal, alleen hard! Heel hard, nee. Ja. Bijna. Hoppa. Hoppa. Goed zo. Hé, hey, top hè? Ja. Leuk hè? Heerlijk toch? Nou, daar gaan we dan. Vandaag staat een tochtje van 2 kilometer aan 1 stuk. Dus ik heb een horloge geprogrammeerd op een duurloopje van 2 kilometer. Lijkt niet veel, maar vorige keer viel die 1,5 al tegen. Dus ik heb wel geen spierpijn meer. Dus ik ga mijn horloge aanzetten en gaan we beginnen. Het waait wel, dus dat zullen jullie horen. Dus ik laat dadelijk weer wat horen. Tot zo. Nou, we zitten op de helft. De wind is niet zo fijn. Ik had hem net vol tegen. Dus ik ben omgedraaid. Ik krijg hem in de rug. Dus, nu even door. Op naar de 2. Wat is het toch mooi hier.
het Limburgse landschap genieten. Lekker doorgaan. We zijn er bijna. Poppo. Ja. Kijk. 2 kilometer. 100%. Even uitzetten. Oh. Zo. Nou, met die wind. Viel even tegen. Benen ging wel. Aan het begin eventjes opstart. Problemen. Maar daarna ging het wel. Poepoe. Nou, het zit er ook weer op. Ik had vandaag andere schoenen aan. Ik heb normaal de gewone wegschoenen aan. Ik had nou mijn trailschoenen even aangedaan. Die heb ik ook nog staan. Vroeger vond ik het heerlijk om door de bossen te gaan. Maar het loopt toch anders. Ja, wel meer grip. Dus je kunt echt meer afzetten. Heerlijk. Nou, nu lekker douchen. Ik geloof dat ze al bezig zijn met het avondeten. Wat het wordt weet ik niet. Zie ik dadelijk wel. Ik zag in ieder geval kip op de aanrecht staan. Kipfilet. Dus wordt altijd lekker met kip. Nou, doei doei. Ik pak de grote. Hans en Grietje. Hans en Grietje? Ja, is heel moeilijk te lezen. Mag ik lezen? Nee, wacht, omdat er staan plaatjes in. Op de plaats waar Hans en Grietje moeten, de namen, staan de fotootjes. Oh, ik had Quirino een stukje willen laten voorlezen. Ja, dat kan eronder wel. Ik zal de eerste doen, kun je de rest lezen. Uh-huh. Dit zijn Hans en Grietje. Oké, dan gaan we... Ze zijn aan hun pap hakt hout. Dat is zijn werk. Goed zo. Zucht Stefan. Stiefmam. Stiefmam is boos. Is boos. Er is niet veel eten meer. Mm-hmm. Wie weet gaan we door van de honger. Wie weet gaan we dood van de honger. Wie weet gaan we dood. Kijk, ze hebben alleen maar een paar kruimeltjes liggen. Oh ja. Oh. Kijk, daar gaat hij. Oké. Op één dag is het eten op. Goed zo. Doei. Doei. Stiefmama. Goedemorgen. Zaterdagmorgen. We gaan vandaag kijken voor nieuwe eetkamerstoelen. Ja. Dat vind ik echt super leuk. En we hebben er 8 nodig. Meestal vind je er 4 of 6, maar 8 is al iets moeilijker. Onze eetkamerstoelen zijn helemaal doorgezakt. En als we zijn aan het eten, hebben we pijn aan onze kont. Sarana's stoel is het ergste. Betekent dat iets, Sarana? Ik heb geen idee. Maar jouw achterleuninkje hier is ook... Ja, dit is hout. Nee, dit is gewoon... Ja, maar ik bedoel, daar zat eerst vulling. Ja, deze zijn van Jisk. Jisk, ja. Jisk. Hè, en we zitten bijna op de houten bodemplaat. Hier. Kiona, mogen we jouw nieuwe tatoeage eens zien? Ik zie hem toevallig ertussenuit komen. Oh, komt er tussenuit? Een pissebed. Ja. Een pissebed. Hij zit wel nog een beetje zo te genezen. Ja, hij is pas gezet. Hij is op jouw verjaardag is die geplaatst. Dat 19 januari. Ja. Doe hem nog eens dicht. Kijk hoe leuk. Rolt hij zich op. En wacht, ik kom van de andere kant. Er staan de jaartallen in. Ja. De geboortedatums. Van opa, oma, papa, mama, Damien, Sarana, Vera en Quirino. Dat zijn de geboortedatum. Ja, je bent jezelf vergeten. Nee, want die weet ik nog uit mijn hoofd. Kijk, waar sta ik? Hier sta, kijk, ik sta een beetje midden erin. Ja. Leuk, hè? Lief, hè? Kijk, dit is opa uit 46, oma uit 50, papa 74, mama 75, Damien 99. Ik moet steeds denken, bij wie ik dan bij ja, ben ik. Oh ja, we slaan jou over, Kiona, ja. Dan Sarana 2007. Vier dat 2010. Quirino, 2017. Hier staat niks. Nee, daar staat niks. Dat is het hoofdje. Hoofdje en kontje. Oké, supermooi.
Zeker. Supermooi. Zeker. Stoelen in de auto. Ja. Die gaan terug naar Jisk. Ja. En, pas gewoon allemaal door, want we kunnen ook nog naast de voorste bank zetten. Waar een plaats zat. Ja, ze kan mee. En op de bank kan ook nog. Hoef ik niet Papi te fietsen. Even is, dan hoef ik niet te fietsen. Bij Kauwei is de uitverkoop. Ja, en vanaf welke datum? Maanden. Dat bedoel ik. Maar ook als je moet wachten. Geselecteerde meubelen, hè? Ja, maar is wel uitverkoop. Ja. Gezellig. Op pad. Ja. Ja. Misschien straks iets heel anders. Kan nog even zo. Ja. Hè? Je weet het niet. Dit ziet best mooi uit. Ja. Toch? Van die schommelstoelen. Schommelstoelen. Alsjeblieft. Hé. Kijk, de laatste, hè? Ja. Weer naar binnen. Ik loop vast naar papsie toe. Pas op. Ben je streten? Hier, dat is jouw auto. Oh, hier, dat is jouw auto. Kijk, daar kun je zo naar huis toe. Oh. We zijn bij de Senos. Hoe vind je die paraplu? Ja, die is gekleurd. Ik dacht dat die vast zijn. Oh, die moest ik eruit halen. Waar een andere? Nee, stop, Lee. Oh, ze hebben het allemaal. Nee, die. Stop met je onzin. Alsjeblieft. Oh. Niet doen. Die had het op films, hè? Ik wist niet dat er ijs onder zat. Oh jee. Jij hebt nog die red velvet, hè, Saar? Ja, die twee staan. Hey, maar hier kunnen we wel een kaasplankje opmaken. Een kaasplankje voor 's avonds. Ja, Sana, voor het kaasplankje voor 's avonds. Dit is echt... Met een mesje. Oh, leuk, hè? Zullen we vertellen wat ze bij Jisk vertelde? We krijgen garantie, we krijgen 8 nieuwe stoelen. We mogen ze omruilen. Ja, dus ze zitten nu nog in de auto, onze oude stoelen. En volgende week, zaterdag, zouden we gebeld worden en dan zouden we het kunnen afhalen. Wat kaasplankje zaterdag. Dat is wel leuk. Ja, hè? Ja. Maar leg je dan zo de kaas op? 10 euro. Het smelt dan toch op die plank gepakt. We mogen ze omruilen. Netjes, hè? Top. Een dikke duim voor Jisk. Een warme douche. Groen-blauw, zie je dat? Eentje met een schepje. De andere is ook een groen-blauw. Maar die welkom is eigenlijk toch het leukste. Voorzichtig, hè? Kaboutertje laten vallen is kaboutertje betalen. Wat zijn de soorten? En de welkom het leukste. Ja, ja. Alleen heeft hij slechte schoenen. Maar hij heeft lang gelopen. Maar daarachter zat het er nog in. Nee, die is hetzelfde met die. Dat ja, maar qua schoen. Oh ja. Schrijf hem eens op, schrijf die hondenstruit. Hou hem in. Laat hem niet vallen. Och, valt hem. Och, die schoen. Ik wil zo graag een vriendje van mijn action kabouter. Ja, die heeft betere schoentjes. Deze heeft een leuke mondje. Ja. En een leuke neusje trouwens. Ja, ik vind de eerste nog steeds een leuk. Nou, meenemen. Waar is papa? Shh, papa, die hij flipt uit. Een stukje van zijn emmertje. Nee, niet zo secuur. Ben ik te secuur? Maar hier de E. Ah, nou, dan moet je. En ik weet je, de E is toch wel mooier. Ik wil wel kijken of die heel is, want de vorige keer was mijn kabouter niet heel toen ik die... Voorzichtig. Leuk, hè? Ja. Ik heb die met vlekken bij. Onze nieuwe stoelen. Nee, onze eigen stoelen. Oh. Nou, als je een duimpje dan kan geven, hier houden we daar. Hallo. Hoi. Hallo.
Zo. Noedels. Nou, dit zijn weer onze eigen stoelen. Garantie, een weekje wachten. En dan gaan deze terug. En dan krijgen we nieuwe. Noedels. Noedels. Pap, kom. Wat is hier? Het is een Chinese peer. Kijk, twee bananen. Die moet je onthouden. Twee bananen. Appel. Chinese peer. Twee peer. Ja? Jullie doen je ogen dicht en doe ik één ding wisselen. Ja. Wat is gisteren? Die twee. Oh nee. Wacht, opnieuw. Wat houdt het? Je kijkt weg. Ja. Die twee. Nee! Had jij niet gedacht, hè? Nee, dat dacht ik al. Ja, maar het is toch wel een beetje slimmer als wat je denkt. Even de sleep. Sarana, nu jij. Ogen dicht. Nee, ik ben daar heel slecht. Sarana, in je Wij zijn even naar het winkelcentrum geweest en Damien, ja, die heeft een nieuwe hobby. Ja. Diamond painten. Wel, wel. Hij ziet dat vaker de meiden doen. Ja. En hij zegt, ik ga die uitdaging aan. Oh, wat een zachtjes. Ja. Sarana gaat een fruitkrumbel maken. Ja. Die is echt super lekker. Allerlei soorten fruit. En dan bovenop komt een heerlijke kruimeldeeglaag. Is de favoriet van ons. Die is altijd lekker. En dan heb je meteen wat oud fruit. Ja, kan je gewoon al het fruit ingooien. Dus, Ja. Hij blijft opkrullen. Heb ik ook. Ga zo al, Ben. Ga zo. Je hebt 17 kruiden. Dus dan moet je eerst je bakjes gaan vullen. Ja. Want ja, die heb je erbij gekocht. Je kunt nu beginnen. Bij de Wipra heb je deze. Ja, gewoon hier. Ja. Want je moet dan de folie stukje, gewoon een heel klein stukje eraf trekken. Omhoog flappen. En dan doorpakken. Ja, dan moet je dus kijken. Je moet dus, nummertje? 2. 2 moet je twee hebben. 2 en 1 moet je hebben. Ja, 1 is aan die kant. Kijk, dit is allemaal 2. Hier staat er ook eentjes. Je begint in een hoekje. Ja. Niet hier. Dit zijn allemaal tweetjes. Dat zijn allemaal tweetjes, ja. Maar dus hier ben je nog niet. Nee, dat weet ik. Diamond painten duurt lang. Heel lang. Daar kom je niet vandaag. Nee, maar deze mag voor me. Daarom ben ik echt wel hier, maar je moet daar beginnen. Nee. Je mag ook aan dat hoekje beginnen. Wat jij fijn vindt. Als je dat fijner vindt, begin je daar. Maar ik weet niet of dat niet tegen je hand in is, als je met rechts werkt. Want die folie die flap je een beetje omhoog. Ja. En pen. En we hebben dit rode. En die moet je zeker erop duwen of zo. Je haalt even een klein stukje papier weg. Zo, en nu druk je door. Oké. Probeer. Doordrukken. En als het goed is, is het nu rood van binnen. Nu is het rood binnenin. Begin. Ja, begin. Wat? Ja, nu is hij klaar. Dat snap ik, maar leer even hoe het moet. De zakjes. Zakje open doen. Help even met een zakje open doen. Oké, wacht hè. We pakken een schaatje. Of zo. Voorzichtig, hè, Saar. Ik zal een schaartje pakken. Ik nou, bij mij zit een schaarrandje aan. Pak maar even een schaartje. Pak even een schaartje. Ja. Maar Damien, je moet dus opletten, want hier zitten dus ook een paar andere tussen. Ja, een paar andere. Een beetje veel. Anders moet je die even open laten. Dan zet je als een bruine. Ja, pak even. Dat komt goed, ik doe alleen de tweetjes. Ik heb het nu al mis. Wat ben je allemaal aan het... Och, Saar. Ik krijg dat zo op. Oké. Wat ga je nou doen? Ja, hij was een beetje vol. Oké, kijk. Nu pak je gewoon de pen. En pak je zo'n diamantje op. Maar wel alleen die wat...
Die wat goed om. Die wat plat liggen. Ja, ja, ja. Die. Maar niet de doffe kant, hè? Huh? Nee, toch deze. Nee, de, die is gebogen. Goed, ja. Ja. De bollenkant. Zo. Ja, maar dat is de platte kant. Nee, dat is goed. Pa. Sorry. Nee, dit is de bollenkant. Is goed. Ja. Ja. En dan moet je en dan trek je een klein beetje folie eraf. En dan probeer je hem op het goede cijfertje te drukken. Zo. Ja. Nou, de eerste zit, je bent klaar. En dat doe je gewoon de hele tijd. En hoeveel zijn het er in totaal? Ze komen aan de onderkant eruit. Eentje laag erop. De computer heeft het begeven. Ja, het is einde oefening. Ik ben hem nu aan het proberen opnieuw te laten installeren. Kijk eens daar. Daar komt Leo. Blijf. Blijf. Netjes. Zo doorgaan. Ik zal eventjes een pakje eten geven. Ga je de appel live eten? Ja. Nee, dat folietje flapte me steeds terug. Wauw, niet zo snel. Het gaat goed. Maar ze gaan wel echt wel snel, hè? Maar jong. Kom, oh, en jij gaat ook al met je nieuwe beginnen. Natuurlijk. Oh, dat is een mooie. Toch maar zo, want ze wilde het dus net gaan doen parij. En ze had zo'n dingetje voor het parij. Ja, maar het werkt helemaal niet. Jij doet het toch wel Parijs eraan, hè? Ik wissel af, licht eraan. Hé, hey, dat wordt wel heel gezond wat jij bent aan het doen, hè? Nu niet meer. Nu ga ik bijna een hele... Ja, kaneel is toch ook gezond? Ja. Zo, dan ga ik het doormengen, dan nog wat kaneel. En dan suiker, doormengen suiker. En dit kan niet de kussels vergeten. Nee, dat lijkt die was ik vorige keer vergeten. Dat leek me. Wil papa ook een magische moment zien? Een magische moment? Ja. Sarana's magie. Banaan, appel, peer, rozijnen. Zo. Dat is makkelijk, hè? Super makkelijk. Dat is geen bodem. Nee. Dat heb je toch? Die hebben, deze hebben we toch vaker gehad? Schuif dat maar binnen, schuif. Nou. Ik ga hem niet ontleden. Ik weet dat lekker is. Dit keer heb ik het met banaan gedaan. Ja. Het was altijd heel lekker. Nee, we zullen vanavond zien of hij lekker is. Ja, papa houdt niet van banaan. Ik hou niet zo van banaan. Nu komt een plakkerig zootje. Die moet, met lepels moet ik die gewoon steeds laten vallen. Want dat kan je niet uitsmeren. Zullen we het receptje in de omschrijving zetten? Ja, zullen we dat doen? Want die is echt lekker. Knap hoor. Ja, ja. Echt heel knap. En die gaat 40 minuutjes op 200 graden. Ja. Demien gaat goed. Ja. Van wie is dat bakboek, Sarana? Rutger. Rutger bakt. Rutger bakt. Sarana bakt. Hoe heet dat nou? Hoe heette de bakboek nou? Het makkelijke dagelijkse bakboek. Dit is een wit-groen boek. En daarbij in het boek geldt regel, max, dat zijn 10 ingrediënten. Heel knap. En max 5 stappen of zo. Dit is een hele boek. Dat zwarte zakje hier wordt verdeeld. Dan doe ik eerst een hele zwarte plak. Zodat die, al die kraaltjes of dingetjes zijn al weg. En dan doe ik weer allemaal. Dan moet je ze dus zoeken. Ja. Zo. Ja. Perfect. Zo. Wel alles gebruiken. Nou, die plakte daar wel eens. Moet ik helpen? Oh, alles plakt. Zo. Suiker. Zo, alles plakt eigenlijk.
slakke hoort erbij. Nee, kijk, hier zit helemaal niks. Zo. Papa, ga je verdoen? Ja, zeker. Dit recept kan jij ook maken de volgende keer. Ja, ja, ja. Moet ja, dat ook een beetje eroverheen? Ja, over, een beetje overheen en daarna gaat hij erin. Nou, receptje staat in de omschrijving. Ja. En wat schrijven we als eerste erop? Let op, daar gaat hij. Zal ik het doen? Het eerste product gaat op. Mooi. Zo. Je hebt een spelfout. Paneermeel. Nee, toch goed. Ze is zo klein. Zo'n groot bord. Volgens mij is dat met één N. Is het paneer dan? Ik weet het niet, maar je weet toch wat het is? Ik zal het maak het wat uit. En je weet toch wat het is? En dan kijk je dus altijd voor je het eten gaat kopen even op het bord. En dan weet je precies wat je... Je moet even gaan wissen. Je moet gaan wissen. Met één N. Nee. Ja, nee, dat kan niet. Dat doet er misschien niet. Schrijf het dan even opnieuw. Oh, echt waar, jongens. Jullie weten toch wat het is? Nee. Nee. Ja, ik weet wel wat het is. Ja, nou dan. Maar als het fout had je me gespeld. Zullen we nog een moeilijk woord vragen? Tante tentoonstelling. Tagliatelle. Lekker. Ja. Het is goed met jou. Ik hoor het raakje. Ja, nou, ik hoor het raak. Een foute modus, hoor. Ben je boos? Ja. Ben je boos? Zonder enige reden. Ja. Je durft raak te aaien. Nou, als hij mij bijt, dat betekent heel veel. Nou, neem je aaien het. Hij bijt me normaal nooit. Demi, vind je het leuk? Ik vind het superleuk. Nou. Maar ik ga even stoppen. Ik heb hem nu zo ver. En dan ga ik de volgende keer weer door. Super. Ik vind het wel echt leuk. Zo. Perfect. Perfect. Och, je vulling komt er ook nog aan. Hey, mooi gelukt, hè? Echt wel. Echt mooi gelukt. Ik ga lekker koffie maken. Oh ja, en niet het bakpapier mee, hè? Oh. Zit dat erbij? Weet niet. Nee, ik denk dat het opge... Dus ik pak even een mes, dat is handig. Hoe vind je kabouter? Ik vind hem geweldig, maar ik denk wel dat ze moet vernissen. Ja, want op de onderkant, kijk, het is helemaal blank. Kabouter, die is dus, die heeft bijna geen kleur meer. Maar eigenlijk zou je hem op een tegeltje of een steentje moeten zetten, dat hij niet in de grond staat. Ja? Dat hij een beetje hoger staat. Zo, mams. Nou, super. Gewaardig, hè? Dankjewel, ik zie van alles, ja. Dankjewel. Nee, deze? Tuurlijk, maakt mij niks uit, schat. Gie houdt niet zo van banaan. Er zit ook banaan in. Maar ik denk omdat het fruit een beetje door elkaar... Dat valt wel mee. Ik hoop wel even. Vierde is vandaag naar de Ardennen toe. Met talent. En Quirino heeft vandaag muziekdag. Ja. Dus die komen zo binnen. We gaan even lekker koffie drinken. Grazie, señorita. No problem. Gewoon in een droge koekenpan. En het is zo lekker over het zaterdag. Je kunt de smaak vrij houden. Super leuke zaterdag gehad, hè? Ja. Kijk, dat gewoon erop heen. Lekker. Beetje veel, hè? Ja, moet ook. Kan nooit te veel zijn. Wil jij het allemaal? Ja, zeker. Gooi maar erop. Pak jij nog een beetje. Wauw. Gezond. Die is voor de hamster. Ook graanvoer.